En minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, heeft gisteren tijdens een persinformatiesessie meegedeeld dat de vliegmaatschappij Incel Air voor 2 weken mag vliegen. Volgens Miranda is er een pakket van maatregelen waaraan de vliegmaatschappij zich moet houden. Er zullen onderlinge afspraken gemaakt worden met Incel Air voor het terugbetalen van de bijna 1 miljoen Amerikaanse dollar schuld bij Surinaamse bedrijven en organisaties. We hebben een pakket van regels, we hebben 14 dagen. De vluchten gaan in de, het is de feestdagen. Dat is mijn besluit met mijn collega daar. De feestdagen, de mensen worden gewoon getransporteerd voor die 14 dagen. Voor de rest hou ik als bewindsman oog dat alle afspraken nagekomen worden. En dat is wat zich heeft afgespeeld. De bedrijven zijn bedrijven. Ik heb ze voorgesteld dat ze hun betalingsregelen en hoe dat verder gaat, zelf met de desbetreffende maatschappij bespreken. CASA's praat over de veiligheid. Dat hier is zijn verantwoording. Luchtvaartdienst die gaat op basis van die veiligheid, kan je die manipuleren en je moet die flightplan bekijken. Is het goed? Is het gewoon goed? Ik heb de mensen geadviseerd, luister, omdat het op het niveau van de ministers is getrokken, gaan wij als bewindslieden gewoon oog houden dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Volgens SLM-directeur Robbie Lachmisingh is Incel Air de SLM-bijkans 200.000 Amerikaanse dollar schuldig. Maar onder geen beding heeft de SLM een conflict met Incel Air. De directeur zegt verder dat zijn maatschappij contact heeft met Incel Air om te bekijken hoe, buiten de curator om, de schuld kan worden vereffend. U hoort ook Jack Uden, adviseur van de Associatie van Reisagenten in Suriname, ASRA. Hij meent dat Incel Air een uitstel van betaling heeft gehad. Want als je nee zegt en ze vliegen niet, betekent dat faillissement. En dan krijg je helemaal geen geld terug. Tuurlijk, als Incel Air uit zijn problemen is, wat kan binnen de luchtvaart en eigenlijk ieder bedrijfstak, als Incel Air een goede doorstart maakt, waarom zouden we niet weer samenwerken? Waarom zouden we geen co-share agreement? Misschien kunnen we zelfs verder gaan en een samenwerking wat we in het grijze verleden hadden met DCA, zo'n samenwerking aangaan. Dat we elkaar kunnen helpen in de regio. Dus het is niet zo dat we met bokshandschoenen tegenover elkaar staan of met een geweer of pistool tegenover elkaar staan. Juist het tegengestelde, we proberen elkaar te helpen. In dit geval probeert SLM, Incel Air, waar mogelijk en waar nodig te helpen om uit de problemen te komen. Je zou nog meer moeten doen dus wanneer de maatschappij zich aandient om hier op Suriname te vliegen, om na te gaan hoe solvabel die werkelijk is voordat je uiteindelijk toestemming geeft nadat alle andere dingen correct zijn. Want het grootste probleem blijft natuurlijk het gevaar dat mensen, omdat de regering ook gezegd heeft ja uiteindelijk tegen die maatschappij, in goed vertrouwen ticket kopen om dan te belanden in zo'n situatie. Dus ik denk dat op dit stuk, dit is niet de eerste keer dat we gebeten zijn, maar dat we op dit stuk ons les moeten hebben geleerd en nagaan op welke manier we nu meer zekerheden hebben voor ons Surinaams volk en Surinaams reizend publiek. Dat is Jack Uden, adviseur van de ASRA, en daarvoor zag je Robbie Lachmisingh, directeur van de SLM. Ze spraken gisteren tijdens een informatiesessie die het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft gehouden in verband met de toestemming aan vliegmaatschappij Incel Air om voor 2 weken te mogen vliegen.